Hey, bedankt om opnieuw af te stemmen op FCB Support. Het sfeerverslag dat je vandaag gaat zien is een beetje speciaal. Iedereen zegt Thijs, away days are the best. En wel, kan ik de sfeer gaan opsnuffen. Ik ben lid van Blauw-Zwart Exmude en samen met Blauw-Zwart Staan leggen ze een autobus in. Ik ben al Staan, Staden in het algemeen Nederlands. Meegewist op pad naar Charleroi. En het was een fantastische ervaring dat ik je vandaag in het sfeerverslag ga tonen. Maar de reden dat ik die preview hier en nu oppak met je, is voor jullie te waarschuwen dat de match, gezien de resultaten, van ondergeschikt belang is. Supporters in en op verplaatsing gaan is niet enkel een goede wedstrijd zien, maar vooral de beleving. Deze video draait bijna uitsluitend over beleving. Dus geniet mee. Ondertussen zitten we al een eindje op de autostrade, we zitten al in Wallonië, de sfeer zit er hierin. Van achteren in de autobus en zo een hele, hele lude bok staan. We proberen er een beetje van weg te blijven. We zitten op een dubbeldekker. Het is hier best leuk. Oh, wat vet dat, kastaar. Dat is spaghetti kastaar. Jebla. We zitten in Saint-Guilain, de bus stopt hier eventjes. Dat is hier ook een officiële stopplek. We zien hier ook schoon hebben geleid. De club staat hier zelf ook met een busje. Vele verschillende fans. Korte plaspauze, korte drankpauze. Een beetje frisse lucht opdoen en toen richting Charleroi. En we zeepen als dat crimineel. En we steken alle op een borstelstil. Die van Standaard maken we kapot. En die van Brugge, dat zijn wij. En tussen zijn we in Charleroi en zijn we al proper opgepakt, wester de zwaantjes, onder politiebegeleiding, nu richting het stadion. We zijn gearriveerd met dat we super vroeg zijn, staan we ook super dicht bij het stadion. We zijn in de tweede autobus. Eén. En dat is nu de twee.
Glenn is voorbereid. Ja. Glenn, weet je hoe laat de minuut al is? Ik denk 85. Niet goed. Afdruipen. Dat is inderdaad wel een beetje helaas. Afdruipen, jammer genoeg. We zijn van verre gekomen, maar hoge verwachting. Het is jammer dat we zo rap moeten meer een keer. Ik kan nog heren een kaart blijven zitten in, de, in dat vak. Hoor. Technisch gezien is het niet mijn eerste uitmatch, het is mijn derde. Het is wel de eerste keer met een combi-regeling dat we met de bus mee gaan. En like of dat hier kan doen, de sfeer zit er wel dik in. En niet tegenstander dat we verloren hebben, was wel een hele toffe ervaring. Dus ik heel goed ontvangen hier geweest door beide supportersclubs, door Blauw-Zwart Exmude en door Blauw-Zwart Stal. Eigenlijk wel voor herhaling vatbaar. Heel tof, heel amicaal, een drankje, een chipje, een beetje rondhangen, een beetje babbel. Top. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat doen ze hier? Jammer. Ik kan tegen zeggen, hey, wat gaan ze hier doen? Er wordt hier wel nog een feestje gebouwd, er worden hier heel, wow, heel veel pinnen gedronken. Hier aan de kant van Doornik en toen zijn we verder weer in Stal. En toen, nu gaan we even stoppen. Kak, kakpauze, smoorpauze. Vette, gaan we weer de deur in ons staan. Ja. Het is eigenlijk wel een heel schoon dag geweest. Buiten het resultaat, het is eigenlijk wel een gisteren dag geweest. Hè. Jammer genoeg, maar de rest is gewoon mee. Ja, het. Allee, maar, hier is je macht. Hier is je macht.